Ik ben vandaag met deze heren meegeweest met klein onderhoud. Hier in deze flat hierboven. Zo. En ik vond het heel erg leuk om met jullie op pad te zijn. Ook om te zien wat er dan allemaal gebeurt aan klusjes. En dat er ook wel, wat mij vooral opviel, is dat mensen eerst zeggen, oh, maar ik heb niet zoveel. Maar uiteindelijk ben je dan toch een dik uur bezig om alles. Dan komt steeds, oh, ik heb dit ook nog. Oh, en dat eigenlijk ook nog. Dus dat viel dat mij. Dat valt ons ook op. Dat mensen in eerste instantie zeggen, ja, we hebben niet zoveel. En dan vragen we als we even binnen mogen komen om even na te zien. En dan rolt er toch altijd meer uit dat ze zelf denken. En dat wij ook denken, hè, dat het zo is. We denken, we lopen er even snel langs, maar dat kun je wel vergeten. Jullie zien er echt wel uit van Alkien. Hebben jullie ook ideeën of iets dergelijks waarmee jullie kunnen identificeren als ze daarom vragen? We hebben een kaartje. Dus dat zou eventueel. En dan helpt het ook nog dat ze natuurlijk die brief eerst ontvangen. Ja, dat is de vraag ook die wij stellen bij de deuren. Ze zijn gisteren al bij een dame geweest, met een heel leuk gezin, om te vragen of ze konden helpen. En daar gaan we nu even aanbellen. Om te kijken of ze nog thuis zijn. Misschien kunnen ze wat vertellen over het klein onderhoud wat gisteren was. Gaat ie. Dag eraf. Ze zijn thuis. Dit is dus Angelina. Gisteren zijn de vakmannen bij haar geweest. En daar ga ik haar wat vragen over stellen. We kregen een brief via de post dat jullie zouden komen voor het kleine onderhoud. Dus zo waren we eigenlijk op de hoogte van dat we langs zouden dat komen. Dat jullie langs zouden komen, inderdaad. Ja, we wisten wel meteen een beetje vanaf wat ze gelijk gingen doen. Kleine onderhoud zijn meestal de stopcontacten en het hang- en sluitwerk noem ik dat eigenlijk altijd maar. En toen ging de deurbel gisteren. En toen stonden de vrolijke mannen voor de deur. Ja, dat is echt een leuk stel. We vroegen ons of er nog kleine klusjes waren om te doen. Nou ja, we hebben aangegeven dat we één dingetje hadden. Okay. Dat was de stopcontact daar bij de deur. Ik vind het wel ideaal trouwens op deze manier. Mogen ze wel vaker doen. Zijn deze niet thuis? Ja. Wat gaan we dan nu doen? Nou, dan plannen we nog een latere datum in om nog even opnieuw aan te bellen. En te zien dat ze thuis zijn. Hoop niet dat jullie te veel in de weg hebben gelopen. Nee hoor. Nee, gaat prima. Viel mee? Ja hoor. Ik heb zelfs nog kistjes gedragen. Dan ga ik normaal van naar de sportschool, hè? Dames en heren. Ja. We zeggen doei. Zwaai. En deze mannen komen nog bij jullie langs. Ja, dus, doe die deur open, ze zijn echt heel erg leuk. Ja. Doei! Tot